Jongens, we gaan het budget maar eens keertje opschroeven. We gaan eens kijken naar een game PC voor 1500 euro. Wat kan je daarvoor halen? Yo, what's up? Dit is Mark van TechTime en leuk dat je kijkt naar deze video. We gaan eens even lekker een hele dikke game PC samenstellen met een budget van 1500 euro. Geef de video even een duimpje omhoog. Laat kijken of we de 300 likes weten aan tikken. En ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Doe dat eventjes. Zet dat belletje aan en vertel mij eens even wat jij van deze PC-beeld vindt. En dan uiteraard, links staan ook in de beschrijving. Laten we beginnen met de CPU. We willen iets krachtigs in huis halen. En zeker ook iets waar je de komende tijd lekker mee vooruit kan. En zelfs nog veel meer dingen mee kan doen dan alleen maar gamen. Misschien wel bijvoorbeeld even streamen of zo. Of even een videootje editen. Nou, deze CPU is daar zeker goed genoeg voor. Dit hier is de AMD Ryzen 5 5600X. En is op dit moment een van de krachtigste 6-core CPU's op de markt. Eigenlijk, het veegt ook alle CPU's van Intel gewoon weg. En gezien het budget wat we hebben, is dit wel een hele goede keus. Standaard geklokt op 3.7 gig en een turbo naar 4.6. 6 cores, 12 threads en ook nog eens een CPU-koelertje ermee. En vergeleken met de Intel CPU's is deze toch wel een klappie sneller. Niet alleen bijvoorbeeld ook in gaming, maar ook in bijvoorbeeld wat andere taken wat je wil gaan doen. Misschien wil je lekker gaan streamen of wil je eventueel video's gaan editen of lekker een beetje met Photoshop aan de gang gaan. Deze CPU, die kan het met twee vingers in zijn neus. Maar ja, voor gaming, het is wel een snel ding hoor. Dus nadat deze dan ook erin zit, de AMD Ryzen 5 5600X. Nou, natuurlijk ook voldoende geheugen is wel een must. En daarvoor is er ook gekozen voor een kitje van Crucial. De Crucial Ballistics 2x8GB DDR4 3600. Ryzen houdt van snel geheugen, dus daarom is er ook 3600 MHz erin geprikt. Wil wel even een leuk moederbordje hebben met voldoende uitbreidingsmogelijkheden en die er ook nog best wel gelikt eruit ziet. Die heb ik dus gevonden. En de voorganger hiervan heb ik zelfs op dit moment ook in mijn eigen PC zitten. Ik heb het dus over de Gigabyte B550 Aorus Elite AXV2. Joh, het is een heel kek moederbordje om mee aan de slag te gaan. Eigenlijk alles wat je wel mag verwachten zit er dan ook op. Standaard al 2 keer M.2 sloten voor je SSD's. En voldoende USB-poort aan de achterkant voor eventueel je microfoon, je headset, je audio of eventueel andere dingetjes. Al die aansluitingen die je ook nodig hebt is ook aanwezig. Overklokken met het moederbord is ook geen enkel probleem. Al vindt de CPU-cooler het niet zo chill als ze dat doet. En natuurlijk ook heel belangrijk voor Windows 11, TPM 2.0 wordt ondersteund op dit moederbord. Dus als die optie aanzet in de BIOS, ben je gelijk ook ready voor Windows 11. Het is gewoon een prima dingetje. Het ziet er fancy uit, heeft ook RGB verlicht in de bijval als ze net even wat meer sfeer wilt hebben. Het is wel even wat luxer dan de goedkopere moederborden, maar daar krijg je ook wel wat meer voor terug. En Microsoft heeft aangekondigd dat in Windows 11 ook Direct Storage wordt toegevoegd. Dan heb je eigenlijk minder delay met het laden van bijvoorbeeld je textures of even andere dingen voor je games. Ik zat zo te kijken van, hey, werkt dat toevallig alleen met NVMe 4.0? Nee, het werkt ook met 3.0. Nou, daar word ik heel blij van. En daarom dat er nou ook een SSD erin zit van 1 terabyte. De Kingston A2000, een oud vertrouwd dingetje, werkt nog steeds als een tierenlier. Supersnelle SSD. Het is niet de snelste op de markt op dit moment, maar gezien zijn prijs is dit toch wel een van de interessantste. Nou, deze SSD is ook nog eens een stukje sneller dan een reguliere harde schijf en ook een SATA SSD. En qua prestaties vergeleken met een PC Express 4.0 SSD ga je eigenlijk niet zo heel veel merken. Behalve de prijs. Natuurlijk is ook de voeding een hele belangrijke keus. Zeker ook gezien met de onderdelen op dit moment wil je wel een voeding hebben die krachtig genoeg is. En dat bedoel ik ook niet alleen krachtig genoeg, maar ook kwalitatief goed op orde. Nou, Corsair heeft hiervoor de RM650 van 2019. Het is nog steeds een prima voeding die je kan kopen. Sterker nog, het is zelfs een van de beste voedingen op de markt, zover ik weet. En hij is ook volledig modulair. Standaard heeft deze dus een capaciteit van 650 watt. En voor nu is dat zeker nog wel voldoende. Al denk ik dat een 3080 wel wat moeilijker mee wordt. Maar bijvoorbeeld een 3060 of een 3070 zou geen probleem moeten zijn met deze voeding. We gaan nog even lekker door. Het tempo zit er lekker in. Als dit al een interessante video vindt, een duimpje omhoog wordt gewaardeerd. En ken je iemand die op zoek is naar een 500 euro game PC? Deel deze video dan mee. Anyway, we gaan even door naar ons volgende onderdeel. En dat is dus de behuizing. En de behuizing is altijd een persoonlijke keuze. Maar voor deze beeld gaan we gebruik maken van de Fantex Eclipse P400A Digital. Ja, dit is een standaard ATX kastje. Maar het is qua airflow wel lekker op orde hoor. Er zitten standaard al 3 casevans erin. En de voorkant is een speciaal mesh. Dus de lucht komt ook net even wat beter door de kast heen. En 3 vans aan de voorkant.
dat is wel wat je wilt hebben. Hij is ook nog eens ARGB, dus ziet er ook nog eens gelikt uit. Je voeding zit ook gelijk verstopt. Qua cable management zit ook goed op orde. Het is gewoon een hele sleeke kast voor een redelijke prijs. Ja, hij is wel wat duurder dan de afgelopen PC's, maar het oog wilt ook wat. En voor ongeveer 90 euro... is het toch wel een hele interessante kast om te nemen. Mocht je een videokaart nu op dit moment willen bestellen, waar je gewoon lekker mee aan de slag kan, dan heb ik hier voor je de Inno 3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC. Dit is een Nvidia GeForce RTX 3060 kaart, waar je zeker op 1440p resolutie best wel prima mee kan gamen. Oké, raytracing wordt hier ook ondersteund samen met DLSS 2.0. En ook de NVENC encoder die erin zit is heel erg chill voor het video editen of eventueel voor het streamen. Het nadeeltje is wel dat het een redelijk dure kaart is. Ik zie dat hij op dit moment wordt aangeboden voor rond de 600 euro. Hij was duurder geweest, maar het is wel even iets wat je in je achterhoofd moet gaan houden. Maar er is nog een andere videokaart die ik je eventueel zou aanraden. En als je daar even op kan wachten, dan zou ik dat ook zeker doen. Elke donderdag is er namelijk een drop op de website van AMD. En dan is het mogelijk om de Radeon RX 6800 videokaart te gaan halen. En die is echt wel een klap sneller dan de RTX 3060. Je moet er weliswaar DLSS gaan missen. Maar ja, daar heeft AMD nu tegenwoordig ook al een antwoord op. En raytracing wordt tegenwoordig ook al ondersteund op AMD videokaarten. Het enige wat je echt moet missen is die NVENC encoder. Maar ja, als dat voor jou niet zo'n heel groot probleem is, dan denk dat de Radeon RX 6800 een veel betere optie voor je is. Deze videokaart is qua prestaties te vergelijken met de RTX 3070 Ti. Is dat toch wel behoorlijk hoog vergeleken met de RTX 3060. Wel is het zo dat als je deze kaart wil gaan kopen, dat je sowieso PayPal of een creditcard moet hebben. Dat is wel een must vanaf de website van AMD. Dat is wel iets waar je rekening mee moet gaan houden. Dus als je sowieso meer FPS wilt gaan hebben, vergeleken met de RTX 3060 voor dezelfde prijs, zorg er dan voor dat je elke donderdagavond de website van AMD checkt voor die Radeon RX 6800. Dan heb je toch wel een heel kek game PC'tje voor 1500 euro. Ik ben heel benieuwd wat jij van dit lijstje vindt. Als je even opmerkingen erover hebt, laat me even weten wat je zou vervangen. Ik ben heel benieuwd naar wat jij erover denkt. En voor dit een handige video, toon even je support. En geef deze video even een duimpje omhoog. Zorg ook voor dat je geabonneerd bent. Zou ik tof vinden als dat eventjes doet. En vanavond ben ik weer lekker live op Twitch. Ik zou het tof vinden als je erbij bent. Vrijdagavond 8:30. Krakt trouwens nog voor die giveaway. Het gaat hard trouwens. Het wachtwoord heeft 15 tekens. En volgens mij is dit al tekeltje 10. Ik denk dat ik vanavond nog even alle tekens nog een keertje voorbij laat komen. Bedankt voor al je support. En zoals altijd zeg ik weer, tot ergens.